Hallo, ik ben Frank van Weer en in deze screencast toon ik je hoe je een filmpje toevoegt aan je Toledo course. We gaan dat filmpje halen vanuit YouTube. Ik heb er eentje klaargezet, met name een filmpje over Dove Evolution. Je zal meteen zien dat indien je YouTube in Nederland staat, er hier rechts twee soorten links te kopiëren zijn. Een rechtstreekse link waarmee je heel het YouTube pagina en met alle voor- en nadelen ervan toevoegt. En een tweede embedded link, of in het Nederlands insluiten link, waarbij je kan kiezen om het filmpje als het ware uit te knippen en alle rest wat rondhangt te laten vallen. Wij gaan even voor de tweede optie. Nu, wat wel belangrijk is, is dat je vooraf even beslist hoe groot je dit filmpje wil laten terugkomen. Wij nemen even 480 op 385 en we gaan dan die embedded code of insluiten kopiëren. We gaan naar onze Blackboard cursus. Dat doe je uiteraard door naar My Toledo te gaan. En daar kies je een cursus. En we navigeren naar de map waar we deze film willen plaatsen. In dit geval neem ik even de map document. Ik klik hier rechtsbovenaan op hierzo. Op werkweergave. Ik klik add item of plus item als je in het Nederlands staat. Naam. En ik ga die film YouTube geven als naam. En nu even goed opletten. Het is belangrijk dat je in het tekstvak heel even hier op HTML bronmodus inschakelt. Je ziet dat die ingeschakeld is aan de hand van deze kleine code die er vooraf staat. Wat we daar straks gekopieerd hebben vanuit YouTube, de insluiten, die gaan we nu in onze tekstvak plakken. Dat lijkt allemaal moeilijke tekst, dat is niet zo belangrijk. Wat dit is HTML-code. Het enige wat je daarvan moet weten, is dat nu rechtstreeks de film weergegeven wordt. Je kan eventueel nog zeggen, we gaan dit weergeven van tot. Ik ga eens van vandaag tot morgen bijvoorbeeld zetten. Niet vergeten aan te vinken. En je klikt verzenden. Als het goed is, krijg je een bevestiging dat je film toegevoegd is. Ik klik OK. Ik zit nog steeds in bewerkweergave, dus ik moet naar voorbeeldweergave. En als het goed is, zou helemaal onderaan onze film moeten kunnen afspelen. Ik heb hier twee voorbeelden staan. Het eerste voorbeeld is de standaardgrootte. Het tweede voorbeeld, herinner je dat we daar die grotere modus gekozen hebben. Je kan die uiteraard nog groter laten afspelen. Studenten zien...